Ajax gaat dit weekend op bezoek in Den Haag bij ADO. Een tegenstander in vorm die goed meedoet in de competitie en waar Ajax in het verleden zeker uit zeer moeizaam tegen speelde. Eerder dit seizoen in de Amsterdam Arena ging ADO Den Haag er met een volle buit vandoor. Ajax zat toen in een zware periode in de competitie en ADO Den Haag deed daar nog een schepje bovenop. Wesley Verhoek is de doelpuntenmaker, ook al stond hij buitenspel. ADO had er geen maling aan en dus zal Ajax zondag op zoek gaan naar revanche. Ajax was al 36 keer eerder te gast in de Hofstad. 19 maal won Ajax, 7 maal speelden beide ploegen gelijk en 10 maal verloren de Amsterdammers. Dat was wel anders op 13 augustus 1989, toen het maar liefst 4-0 werd. Een ploeg met een nog piepjonge Ronald de Boer en een ervaren Jan Wouters. Roy, in de tweede helft meer in het spel betrokken dan daarvoor. Zoekt het duel weer op met Purvis. En Van der Laan. En legt nu wel terug. Fischer. En dan Wouters. Nou, via de schoen van, ik dacht Purvis, kan ook Van Buren zijn, beslist Jan Wouters de wedstrijd. Roy, die nu wel de combinatie zoekt, zich de woorden van zijn trainer en van zijn aanvoerder herinnert. Fischer. Wouters. En via de schoen van Van Buren is Stam geklopt. 0-3. En Beenhakker kan glimlachen. En Ronald de Boer staat helemaal vrij. Of doet hij het zelf? Hij gaat neer tegen Van Buren en krijgt een penalty. Ronald de Boer nog maar net in de basis en de man van de strafschoppen. 0-4 en zo krijgt Den Haag met zijn trainer Ko Adriaanse de geweldige afstraffing op de eerste dag van de competitie. In 1989 een grote uitslag dus. De laatste keer dat een soortgelijke uitslag op het scorebord stond recentelijk was op 9 november 2003. Toen werd het maar liefst 1-4. Ajax begon zwak en kwam met 1-0 achter, maar herpakte zich. En met doelpunten van Sikora, Sneijder, Ibrahimovic en Johnny Heitinga werd het 1-4. Dit is de kopbal van Johnny Heitinga. Goeie kopbal uit een corner van Wesley Sneijder. Goed indraaiend. Duwtje daar van Heitinga, slim. En de prima kopbal. Dan was het Wesley Sneijder zelf die zou scoren. De goede aanval en het hakje van Slatan is mooi. Geeft hem goed mee. Subtiel op Sneijder en die rond keurig af. Wederom Sneijder, dit keer met de vrije trap. Daar is Slatan. Die krijg je niet zomaar omver. En als je hem omver krijgt, dan kan het maar zo een doelpunt worden. Ondervond ook ADO Den Haag die dag. Sneijder met de vrije trap dus. En Slatan, berensterk als dat hij is, schiet de bal langs de keeper van Den Haag. Hier weer Sneijder, gaat er vandoor. Op rechts meegelopen Victor Sikora. Die krijgt een prima paas en ook hij rondt keurig netjes af. 4-1 overwinning en een goed voorbeeld hoe het aankomende zondag zal moeten zijn. In 2003 dus een 4-1 overwinning. In 2007 had Ajax een stuk lastiger in het Zuiderpark. Hier is het een lange bal van ADO-verdediger Tininho op Santi Kolk. Stekelenburg uit zijn doel. En die bal over Stekelenburg heen. En na 20 minuten 1-0 voor ADO Den Haag. De goal dus van Kolk, Olaf Lindenberg, kon er niet meer bij. Dan de corner van Sneijder. Wederom belangrijk, keeper laat de bal los en Heitinga, zoals wel vaker als de kippen erbij, om de bal binnen te tikken. Fout van keeper Richard van Nieuwkoop. En Heitinga profiteert. Dat was in de 58ste minuut. In de 70ste minuut beslist Ajax de wedstrijd. Edgar Davids met het hakje op Huntelaar ingevallen. In de ploeg gekomen voor Ryan Babel. En hij beslist de wedstrijd met wat geluk in zijn schot. Maar de wedstrijden in Den Haag dus zijn over het algemeen zeer moeizaam. En dat was ook vorig seizoen het geval toen Ajax nog volop in de titelstrijd was en in Den Haag op veel weerstand stuitte. Immers haalt nu de bal van de lijn. De inzet van Rommedaal. Alle wereld. En die zit er heel fraai in zeg. Die zit er heel fraai in. En Jol heft de armen. Al de wereld. Zijn tweede doelpunt van het seizoen. Maar wat voor een. Ja, daar had ook Dieterwicht niks aan kunnen doen hoor.
Die zit er heel fraai in.